Een van de mannen die ervoor zorgde dat de groep rondom Ridouan Taghi doorbleef handelen in drugs is opgepakt in het Caribisch gebied. Collega John van Heuvel heeft de speurtocht en de aanhouding beschreven. John, om wie gaat het en wie was hij in die groep van Taghi? Het gaat om Dennis G. En Dennis G. is iemand die in ieder geval in de ogen van de recherche een belangrijke pion vormde in de organisatie van Ridouan Taghi. Nog belangrijker, eigenlijk ook voortging met criminele activiteiten toen een aantal kopstukken van de Mokro-maffia, zoals die dan worden genoemd, vastzaten. En hij ging gewoon door in de optiek van politie en openbaar ministerie met het organiseren van cocaïnetransporten. En in de periode voordat Taghi vast zat, had hij contact met hem over onder andere liquidaties die mogelijk zouden gaan plaatsvinden in Dubai. En dat kwam eigenlijk allemaal naar voren in PGP-gesprekken die ontsleuteld werden. En op basis daarvan is de politie een groot onderzoek gestart naar Dennis G. Hoe is hij zo lang buiten schot gebleven? Nou, dat heeft vooral te maken met het feit dat hij in eerste instantie moeilijk te traceren was. Maar nadat hij getraceerd was, bleek hij in een land te zitten waar Nederland niet direct hele innige contacten mee onderhoudt. De Dominicaanse Republiek. Een eiland in de Cariben. Dus daar moest eigenlijk ook op juridisch vlak, maar ook op het gebied van internationale samenwerking veel geregeld worden. En daarom heeft het uiteindelijk 2 jaar geduurd. Vanaf het moment dat hij eigenlijk getraceerd kon worden op de Dominicaanse Republiek. Tot hij in april, afgelopen april, kon worden gearresteerd. In nauwe samenwerking tussen de politie daar. En politie en openbaar ministerie, met name de landelijke recherche en het landelijk parket in Nederland. Wat hebben ze bij hem aangetroffen daar, de Dominicaanse Republiek? Hoe woonde die bijvoorbeeld? Nou, ze hebben heel veel in beslag genomen. En onder andere geld en er zijn ook in het kader van het hele onderzoek verdovende middelen aangetroffen. Op basis weer van die PGP-gesprekken en ander onderzoek hebben ze hem kunnen terugbrengen naar de als organisator van een aantal hele grote cocaïnetransporten. Het gaat om honderden kilo's. En waarom vond men nou zo belangrijk om hem aan te houden, is vooral het feit dat de indruk ontstond dat door het doorgaan van die cocaïnetransporten er dus inkomsten binnenkwamen die weer werden gebruikt voor het plegen van andere criminele activiteiten. Zoals onder andere dus kennelijk het voorbereiden of het plegen van liquidaties. Ja, wanneer komt hij naar Nederland? En het is weer opvallend hoe internationaal deze mannen opereren. Nou, met name dat laatste. We zien natuurlijk dat de kopstukken zijn eigenlijk bijna allemaal buiten Nederland aangehouden. Taghi in Dubai, Razouki in Colombia. We hebben in Suriname en in Brazilië hebben we mensen gezien die aangehouden zijn. En dat kenmerkt wel zo'n criminele organisatie. Dat werkt niet meer vanuit Nederland, dat werkt gewoon internationaal. En door te communiceren, bijvoorbeeld via PGP-telefoons, maar ook op andere manieren, ja, kunnen ze natuurlijk waar ook ter wereld wel vrij makkelijk hun criminele handel en wandel voortzetten. En dat is wel iets wat we nog niet eerder in zulke mate bij andere misdaadorganisaties in Nederland hebben gezien. En het is ook wel redelijk zorgwekkend. Waarom? Omdat het best lastig en ingewikkeld is om deze mensen dan te traceren, om dat dan te coördineren en samen te werken met buitenlandse opsporingsdiensten. Wetgeving sluit vaak niet op elkaar aan, maar toch is het wel gelukt. En het maakt allemaal onderdeel uit van een aanpak van de landelijke recherche om die hele criminele machtsstructuur rond Ridouan Taghi om die te verstoren en eigenlijk liefst tot de grond toe af te breken. En zo langzaam maar zeker komen steeds meer poppetjes eigenlijk in beeld en worden opgepakt. Nog niet allemaal, er zijn er nog steeds een paar op vrije voeten, maar men komt wel steeds verder op die manier. Ja, wat hangt hem boven het hoofd als hij eenmaal in Nederland is? Is het niet alleen drugshandel, maar ook poging tot of lidmaatschap criminele organisatie, et cetera? Ja, het laatste sowieso. En die drugshandel, ja, daar denkt het OM ook voldoende bewijs voor te hebben. In het kader van het onderzoek wat ze dan tot nu toe hebben verricht. Of het ook zover gaat dat ze hem gaan aanklagen voor liquidaties. Dat is op dit moment niet duidelijk. Daar wordt in ieder geval in de officiële uitingen van het Openbaar Ministerie niet van gesproken. Het concentreert zich vooral op drugshandel. Maar goed, als je het hebt over transporten van een paar honderd kilo en een lidmaatschap van een criminele organisatie, dan praat je nogal gauw over straffen in de dubbele cijfers.
Ja, tot slot, hè, die Dominicaanse Republiek, daar in het Caribisch gebied. De ene helft is geloof ik Haiti, de andere deel is Dominicaanse Republiek. Die komt eigenlijk in best wel veel dossiers terug. Is dat een plek waar veel Nederlanders zich veilig voelen? Ja, want er zijn er, nou, we hebben daar onlangs dan een poging tot liquidatie gehad op een Nederlandse crimineel. In het onderzoek dus naar Dennis G. zijn nog twee andere criminelen aangehouden, die onder andere ook in Nederland gezocht werden en op Curaçao. Eén bleek een belangrijke leider te zijn van No Limit Soldiers, een beruchte street gang eigenlijk van Curaçao, die ook in het hele onderzoek naar de Mokromafia een rol speelt in het kader van een aanslag die ze hebben gepleegd of wilden plegen in Doorn. Nou, die andere meneer, Terrence de V., werd ook al gezocht in relatie tot allerlei strafbare, ernstige strafbare feiten. Dus het lijkt een beetje een crimineel broeinest te zijn en een soort van vluchthaven voor Nederlandse criminelen. En ik ben zelf vorige week op de Dominicaanse Republiek geweest. Ik heb zelf gezien in welke wilde die mensen daar wonen en leven. Ik ben bij de enorme villa geweest van Dennis G. Je gelooft bijna je ogen niet hoe veel wilde en rijkdom daar speelt bij deze mannen. En zij banen zich daar echt onaantastbaar. En er ligt nu beslag op dat bezit allemaal. Maar ze hebben dus jarenlang op die manier daar heel veel geld kunnen verdienen. En daar als koningen, bijna als Pablo Escobar's kunnen leven. John van Heuvel, dankjewel.